Je zal maar politieagent zijn. Ja, ja. Want geen enkele steun. Van de politiek niks. Helemaal nul. En zoek het maar uit. En dan voor dit, hè. Een salarisje. Nou, dan komen jij en ik komen daar ons bed niet eens voor uit. Nee. En die gasten, die moeten dan bijvoorbeeld, ik noem maar handhaven. Die coronamaatregelen, die moeten zij dan handhaven. Er valt niks te handhaven. En waarom niet? Er is te weinig politie. Hey. En dan zeggen ze tegen die agenten, ja, dan zoek het maar uit. Regel het maar. Zorg maar dat de mensen zich aan de regels houden. Ja, hoe kan dat nou? Als je te weinig politie hebt. Ja. En wat dacht je bijvoorbeeld van al die rellen die we gehad hebben? Daar in Utrecht en daar in Den Haag. En hoe komt dat? Omdat de politiek daar loopt te blunderen. Ja, want die sturen daar dan buurtregisseurs op af en sociaal werkers en die buurthuizen. En dat faalt al jaren, 25 jaar lang met elkaar. En die krijgen dus die buurten niet rustig. Nee, dus dan eens in de zoveel tijd, dan breekt daar weer gewoon de pleuris uit. En dan zeggen ze tegen die agenten, hé jongens, lossen jullie het even op? En het is daar ongeveer oorlog, hè? In zo'n wijk, ja. En dan krijg je dus eerst een waterval aan beledigingen over je heen. Sta je daar met je gele jekkie? Ja, en met je salaris van dit? Ja, en ze gooien stenen naar je kop. En ze trekken een hele groente- en fruitwinkel leeg. En die gooien ze ook nog naar je harses. En daarnaast maken ze zulke boemen van het vuurwerk. En die gooien ze even naar je toe. En dan ben je voor de rest van je leven lekker doof. En intussen, ja, staan we dus, al die gasten, die staan allemaal met die telefoons, die staan die politie te filmen. Ja, leuk. En maar uitdagen. En maar wachten tot die politieagent een keer helemaal over de rode gaat. En is links of rechts eens een keer een tik uitdeelt. Ja, en dan zeggen we allemaal, oh kijk, die politiërs, die misdragen zich. Nee, die worden getreiterd en gepest. En constant maar gefilmd. En daar zijn ze op die social media. Zijn ze weer de pineut. En dat komt allemaal omdat die politiek, ja, die lost dat niet op, die regelt dat niet, die steunt die mensen niet. En als ze dan midden in die oorlog zitten daar, in zo'n wijk, en dan verwachten die agenten natuurlijk, waar blijft de ME? Dan hebben we geen ME. Nee, of de politiek, die stuurt de ME te laat, of de politiek zegt, we hebben niet genoeg ME. En daar sta je dan, zonder ME, met je gele jekkie aan. Ja, met een salaris van dit. En daarom, je zal maar politieagent zijn.